Goedemorgen Martine, welkom. Goedemorgen Bart. Ik ben Martine Reynaers, gedelegeerd bestuurder van Reynaers Aluminium. Ons bedrijf is gespecialiseerd in de ontwikkeling en de marketing van aluminiumsystemen voor de bouw. Wij leveren aan aluminium raam- en deurconstructeurs die onze producten verwerken in de ramen, deuren, gevels, verandas, zowel voor particulieren, maar ook naar de projectbouw toe. Ons bedrijf is opgericht in 1965 door mijn ouders. Mijn vader is echt vrij jong overleden en daarna heeft mijn moeder en ook mijn zusters, mijn broer en ikzelf het bedrijf geleid. Samen met een team van fantastische managers en fantastische medewerkers. En dankzij onze geografische ontwikkeling, eerst de nabijliggende landen, maar vandaag ook tot in Azië, Afrika en Amerika, ook het Midden-Oosten bijvoorbeeld. En ook dankzij systematische productontwikkeling en productinnovatie zijn we nu in 2015 aan onze 50-jarige verjaardag toe. En werken we met 1700 mensen aan de verdere ontwikkeling en ontplooiing van Reynaers Aluminium in België en in de wereld. Mijn vader is overleden in 1973 en mijn oudste zus Denise was net 18 en ik was net 17 jaar. Dus we waren helemaal niet bezig met voorbereiding, opvolging of familiebedrijven. Het was pas na onze studies dat mijn zus en ik zelf ons toch wel realiseerden dat het heel belangrijk was dat het bedrijf bleef verder bestaan. Ook om mama en onze broer en zusters de mogelijkheid te geven om hun studies af te werken. Ik vraag mij soms ook af hoe mijn leven zou geweest zijn zonder Reynaers Aluminium. Want een familiebedrijf, zeker als je wenst het over te dragen aan de volgende generatie, is voor het leven. Dus je kan daar eigenlijk nooit afstand van nemen. Maar ik denk eerlijk gezegd dat ik toch nooit was tevreden geweest met een functie als meeloper. Dat ik steeds had gezocht naar een functie als acteur van het leven. En dus waarschijnlijk was ik in een heel andere context ook wel ergens doorgegaan tot de top. Mijn waarden zijn fundamenteel de bedrijfswaarden en ik hoop dat dat ook de waarden zijn van onze medewerkers natuurlijk. In eerste instantie respect, want in een internationale omgeving en meer in een nationale omgeving is respect voor andere culturen, andere ideeën fundamenteel. Wat ook heel belangrijk is voor ons is loyaliteit. Partnership staat daarmee gelijk. Dan uitmuntendheid. Wij proberen echt altijd het beste te geven van wat we hebben. En dan innovatie. De kracht van een persoon, de kracht van een bedrijf bestaat erin om zichzelf altijd uit te vinden. Want in de mate dat de wereld rondom ons verandert, moeten wij ook veranderen. Je staat ook bekend als een kritisch persoon. Ja. Ik denk dat kritiek de tegenzijde is van innovatie. Als men de wereld rondom zich aanvaardt zoals die is en meeloopt met de stroom, dan kan men ook niet innovatief zijn. Dus een kritische ingesteldheid, hoe onaangenaam dat soms is voor iedereen, is eigenlijk het startpunt van innovatie. Want het betekent dat men niet tevreden is met het leven zoals het vandaag is, maar dat men probeert om dat leven te verbeteren. En dat kan zijn een nieuw product, een ander businessmodel. Er zijn heel veel manieren om innovatief te zijn. Ik geloof effectief niet dat ons bestaan hier vrijblijvend is. Wij zijn enorm geprivilegeerd in onze omgeving. Ik ben geprivilegeerd. Geboren worden in België. Als blanke, ook vrouw, in een familie die zorgzaam is, met voldoende middelen om ons correct op te voeden, dat is toch een enorm privilege. Dus ik vind dat wij effectief een taak hebben om mee te bouwen aan de welvaart in België. En ik vind ook dat ik als manager een taak heb naar de welvaart en het geluk van onze medewerkers wereldwijd. Ik ben toch trots op het feit dat veel mensen die gestart zijn bij het bedrijf een heel mooie carrière hebben gemaakt binnen het bedrijf en vandaag het bedrijf ook leiden. En ik denk dat dat uiteindelijk de grootste voldoening is voor een manager, om mensen te kunnen brengen naar de top en ze jou te laten voorbijstreven. We gaan nu naar onze klant Tielemans. Tielemans is een fantastische partner voor Reynaers. Een zeer succesvol bedrijf, opgestart met een concurrerend systeem. En op een bepaald moment heeft Christophe Tielemans beslist om uit te kijken naar een partner die sterk geïnteresseerd is en sterk actief is in automatisatie. En wij hebben hem kunnen overtuigen dat wij de know-how hebben om hem te helpen in het automatiseren van zijn productieproces, maar eigenlijk ook in zijn ganse logistieke flow. Je vertelde me ook dat je vaak science fiction bekijkt. Science fiction vind ik effectief enorm boeiend, omdat de regisseur zich reflecteert naar de toekomst. En dat is toch wel een moeilijke oefening. En uiteindelijk als bedrijfsleider zijn we daar dagelijks mee bezig om niet alleen tegemoet te komen aan de vragen van de klant van vandaag, maar ook tegemoet te komen aan de vragen die de klant morgen zal stellen. En science fiction geeft daar toch een stukje inspiratie toe. Verder gaat mijn interesse naar het lezen vooral uit naar non-fictie. Ik vind de wereld rondom ons al zo complex, zo interessant en soms afgrijselijk, dat ik er niet veel behoefte aan heb om dan nog een andere wereld in te denken dan degene waarin we leven. Maar voor science fiction maak ik absoluut een uitzondering. Hallo, bedankt. Welkom. Bedankt voor de ontvangst. Graag gedaan. Reynaers wenst een partnership aan te gaan met de klanten. Wij leveren niet alleen maar producten, wij leveren technologie, wij leveren een productieproces, wij leveren software, wij leveren ook een merk. Wij leveren een gezamenlijke marketingactie. Dus het is echt een zeer nauw partnership, maar een partnership waarbij we ons elke dag opnieuw moeten bewijzen. Het feit dat onze klanten in ons vertrouwen en dat we medewerkers hebben die samen met ons de toekomst willen uitbouwen, is een enorme bron van geluk en van voorspoed. En is ook de basis van de groei van ons bedrijf. En hoe ouder ik word, hoe meer respect dat ik ervoor heb en ook hoe harder dat ik eraan werk om enerzijds het vertrouwen van onze medewerkers, maar ook de loyaliteit van onze klanten te verdienen. Heb je nog een ultieme droom met Reynaers Aluminium? Ja, ik steek niet onder stoelen of banken dat ons objectief is om in 2020 die kaap van 500 miljoen te bereiken. De investeringen die je vandaag moet doen in innovatie, de kansen die je moet bieden aan je medewerkers, de grensoverschrijdende activiteiten vragen een zekere schaalgrootte. En wij zijn vandaag heel gezond en financieel ook welstellend, maar ik ben er niet van overtuigd dat we dat kunnen blijven op dit niveau. Dus we hebben als objectief echt om te gaan naar die 500 miljoen euro en naar productstrategie, naar business development, daar echt volledig op inzetten. Hoe kijk je naar ondernemen in het algemeen in perspectief van 2020? Ik heb niet het gevoel dat naar de essentie van ondernemen naar 2020 toe veel zal wijzigen. Het feit dat je risico moet nemen, dat je hard moet werken, dat je enerzijds opportunistisch moet zijn, maar anderzijds ook op lange termijn moet zien, zal volgens mij fundamenteel niet veranderen. Heb je ook een raad, Martine, voor jonge ondernemers? Als je als persoon de zin hebt om je eigen zaak op te starten, zoals mijn vader in de jaren 65, just do it, go for it. Het is wel hard werken, het is een stuk risico nemen, maar het geeft ook heel veel voldoening.